Volkshuisvesting vind ik een mooie term, omdat het ook terugverwijst naar het ideaal van de man waar de lelijkste straat van Amsterdam naar is genoemd, Wieboud. Ik blijf hier, u weet dat, hè? Ik vind dat een lelijke straat en hij verdient het dat er een mooie straatnaam genoemd gaat worden. Maar daar zat een ideaal achter, namelijk dat de verpleegkundige en de leraar... ik hoor dat de Amsterdammers niet met me eens zijn, maar het is een doorbraakweg van Joop den L. Nou, met alle respect voor Joop den L, maar dit was geen mooi project. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat over Wieboud. En zijn ideaal dat de verpleegkundige, de arts, de politieman ook in de stad kan wonen, is denk ik ook wat gereflecteerd wordt in die term volkshuisvesting. Ik zie opgeschreven worden door de oud-wethouder van Amsterdam dat de Wieboudstraat juist heel mooi is opgeknapt. En dat zij eraan hecht dat ik dat ook hier naar voren breng. En dat ook de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Klopt. En nog iets. En het Volkshotel natuurlijk. Het schijnt allemaal heel mooi te worden. Nou, heb ik waarschijnlijk wat jaren 90 beeld nog van die Wieboudstraat. Ik hou het nog even staande, maar ik ga het wel wegen.